Lieve studenten, 2020 was een jaar vol uitdagingen en moeilijke momenten. De onlangs aangekondigde aangescherpte maatregelen maken het niet makkelijker. Beste student, wat een enorme tegenvaller dat er nou toch weer minder mogelijk is dan dat we gehoopt hadden. En dat je vrijheid weer ingeperkt is. Ik zie bij mezelf en bij mijn vrienden dat de coronacrisis een groot beroep doet op onze mentale weerbaarheid en uithoudingsvermogen. Dit gaat de ene student beter over dan de ander. Ik merk bij mezelf dat ik soms ook dagen heb waarop ik liever in bed blijf liggen. We zien dat er heel goed doorgestudeerd wordt. Heel knap is dat. Maar ook dat het veel energie kost om gemotiveerd te blijven. Dat zie ik aan studenten, aan medewerkers. Ik merk het ook aan mezelf. En juist nu is er veel contact nodig met elkaar. Om te voorkomen dat je het gevoel krijgt dat je er alleen voor staat. De HVA-community krijgt meer betekenis door de coronacrisis. Studenten die elkaar weliswaar op afstand of online opzoeken om een praatje te maken, te wandelen, samen huiswerk te maken. Het zijn die kleine dingen die zorgen voor wat licht in deze extra donkere dagen. Daarom stel ik jou de vraag, wiens donkere dag geef jij wat extra licht?